nieuwe grasmaaiers in Nuenen. Hoe is de gemeente op dit idee gekomen? Nou, daar ben ik op gekomen toen ik vorig jaar met college bezoek heb gebracht aan de schapenhouderij van meneer Adriaans. We hebben daar een hele mooie open dag mee gemaakt. En toen hoorden wij dat op meerdere plaatsen mogelijk is om schapen te huren bij hem. Dan heb ik gedacht, nou, dat is misschien iets voor Nuenen. Gekeken of we inderdaad kosten moesten betalen voor het huren van de schapen. En of dat inderdaad in evenwicht stond tot de kosten die we kwijt zijn met het maaien van de velden. En hoe ligt dat? Nou, nog gelijk. Geven we niet aan toe. Nee. Dus maar, dat is heel mooi. Maar waarom heeft u dan besloten om het te doen als het in kosten niks uitmaakt? Omdat ik het hartstikke een mooi idee vind. Om dat te laten zien dat wij een landelijke gemeente zijn. Dus op die manier ook een stuk promotie van Nuenen op zich als landelijk gebied. Daarnaast is het ook promotie voor een schaaphouderij die we nu hebben. En op die manier meer een beeld te brengen wat allemaal toonbaar is in onze gemeente. Op hoeveel plaatsen wordt het project uitgezet? We gaan een testcase doen voor dit jaar op 4 plaatsen. We doen het op het gebied waar we nu staan. Daarnaast een stuk bij de Beekstraat richting Smits van Ooyelaan. De andere gebieden zijn bij Loobroek en iets verderop hier op de kruising. En tot wanneer duurt het project? Tot ongeveer na de zomervakanties. Het zal ongeveer september, begin oktober zijn. En dan wordt er nog geëvalueerd? Daarna gaan we evalueren hoe de ervaringen geweest zijn voor beide partijen. En hoe het effect is geweest ten opzichte van de uitstraling die we willen hebben. En op die manier gaan we dan beoordelen of we het volgend jaar daarmee door willen gaan.